Wanneer hoorde u voor het eerst dat er iets mis was? Het was vanochtend rond 7:30 dat de directeur van de Paus Joannes mij belde en mij liet zien welk bericht er rondging op social media. En wij zijn toen direct samen in gesprek gegaan over wat te doen. En zoals jullie inmiddels weten, hebben wij besloten om de school dicht te doen voor vandaag. We hebben ouders daar snel over geïnformeerd en ook onze mensen, onze teamleden hebben we geïnformeerd over dat ze thuis moesten blijven. Is daar lang over getwijfeld? Nou, niet heel erg lang. Op dat moment maak je een inschatting over kunnen wij de veiligheid garanderen op deze school voor zowel de leerlingen als voor de teamleden. En laat duidelijk zijn, het was geen directe dreiging naar onze school, maar de school staat wel tegenover de school waar de dreiging wel is geuit. Vonden wij het belangrijk om ervoor te zorgen dat de kinderen vandaag in ieder geval thuis zijn.